geschiedenis in 50 gebeurtenissen wordt onder andere gebruikt op scholen. De kanon geeft aan welke onderwerpen wel en niet worden behandeld in de geschiedenislessen. Alle teksten zijn nu herschreven en er zijn onderwerpen uitgehaald en weer nieuwe ingebracht. En dat zorgt meteen voor ophef. Er verdwijnt van alles uit het overzicht, maar er komt wel wat voor terug. Meer vrouwen bijvoorbeeld. Het skelet van een 7.500 jaar oude vrouw die Treintje heet, omdat ze langs het spoor is gevonden. Schrijfster Sarah Burgerhart, Marga Klompé, architecte van de verzorgingsstaat. De man en de vrouw die hebben ieder hun eigen benadering en hun eigen wijze om de dingen te zien. De kanon van Nederland is geen momentopname. Het gaat niet over wat er dan is gebeurd en dat wij dan inzoomen op de meest recente gebeurtenissen. Het gaat over lange termijn ontwikkelingen in de Nederlandse samenleving. Ja, Herman Pleij, kanon recensent van dienst. Nou, ja. Zeg maar, 2, 3, 4, 5 sterren. 3,5 ster. Waardering. Waardering. Feliciteer ze ook met wat ze hebben gedaan. Ze moesten het herijken. Ja. 14 jaar geleden was de eerste kanon verschenen. Overigens als vensters. Hè. Dat was een hele goede vondst. Het ging niet erom van je moet die 50 punten onderwijzen. Nee, het zijn 50 houvasten. Mm-hmm. Via die houvasten, vensters, kun je in een bepaalde periode, bepaalde mentaliteiten en zo, die kun je dan bespreken. Ja. Maar heel geraffineerd was dat van die eerste commissie. Ja. Nou, dat hebben ze overigens niet heel ingrijpend veranderd, hoor. Dat lijkt een beetje uit dat bericht. Nee, de opzet is hetzelfde. De opzet is. En het rapport, en dat vind ik ook heel goed van het rapport, is vol waardering en respect voor wat er ligt. Die zeggen we knap werk enzovoort. Maar de tijden zijn veranderen en er moeten een paar dingen beter. Dat hebben ze gedaan. Ze hebben 10 vensters vervangen. Hè, dus niet meer dan 10. Hè, dus zijn er 50 gebleven. Ze hebben meer aandacht aan vrouwen geschonken. Daar halen ze ook wel een beetje leuke dingen uit. De Nederlandse geschiedenis, dus 50 vensters, die begint en eindigt nu met vrouwen. Nou, dat is dus op zichzelf een gebaar. Het begint met, maar dat is toch een beetje een grapje, want het begint met Treintje. Hè? Dat Treintje is een skelet. Mm-hmm. Nou, is dat niet specifiek, want daar hangen ze de prehistorie aan op en willen dat skelet is gevonden. Dit is Treintje. De Betuwe. En dat is Treintje. Dit was, ze is er nog steeds. Maar dat is echt, op zichzelf is dat, gaf dat aanleiding tot allerlei verdergaande conclusies. Alleen dat had niet specifiek met vrouw te maken, want dat is gewoon een skelet. Dat kun je afleiden dat men toen nog joeg. En dat men dus vis at en gevogelte en dat soort dingen. Mm-hmm. Dat ze 2 kinderen moeten gehad hebben. 3 hondjes lagen erbij, dus dat hondjes ook altijd. Maar dit is nog de periode dat men zich niet vestigde, maar trok. Het trekken doortrekt naar voedsel. Pas een aantal honderden jaren verder gaat men zelf eten verbouwen. En dan gaan blijven mensen wonen op hun plaats. Ja. Nou ja, Treintje, als de man was geweest, had je hetzelfde verhaal verteld. Ja. Het eindigt, en dat is op zichzelf dus ook wel leuk, met oranje gevoel. Het is een nieuw venster, hebben ze ook bedacht. Oranje gevoel. En daarbij constateren ze terecht. Vind ik een goede keuze, oranje gevoel. Hè? Mm-hmm. Dat kun je echt veel vertellen. Typerend ook voor onze tijd. En dan zeggen ze, het is opmerkelijk dat hij de sport heeft dat erg geleefd. Daar is misschien ook wel geboren. En, maar vooral de laatste jaren wordt het steeds gekoppeld aan vrouwen. En dat is inderdaad opvallend. Ja, de handbalvrouwen. Het wordt nu gedacht, de handbalvrouwen, de voetbalvrouwen, ja. Volleybalvrouwen, de hockeyvrouwen. Ja. Ook individueel. Hoe heet ze? De Schippers, Daphne Schippers. Hè? Ja. Dat is heel grappig. Dat vrouwen dat oranje gevoel nu. Ja. Dus, en nog dat, een, de vrouw is een, de nieuwe man. Dus dat is aardig. Dat is aardig. Een andere vrouw die erin is geplaatst, Marga Klompé, de eerste vrouwelijke minister. Ja. En er wordt gezegd, daar voor haar is Drees eruit gegeven. Ja, dat kun je ook zo wel concluderen dat het gebeurt. Dus het is niet zo dat Drees eruit gegooid is en daarmee het hele onderwerp. Nee, ze zeggen Marga Klompé kun je ook gebruiken als venster op het begin van de verzorgingsstaat. Is dat terecht? En zeker. Dat kun je wel doen. Alleen bij rond Drees liggen natuurlijk ontzettend veel sentimenten. Hè? Dus zeker bij mijn generatie, maar ook daarna nog vadertje Drees. Wij stellen Nederland altijd graag voor als een gezin. We noemen voortdurend vaders, vader Kats, noem maar op. Vader Drees hoorde daarbij. En die kennen we, het zelfbeeld van Nederland. Het is heel favoriet van eenvoud, simpelheid en zo. Ja. Dat wordt, die associaties bestaan niet met Marga Klompé. Er was veel kritiek op vandaag. Ja, Lodewijk Asscher mengde zich ook in die discussie. Die gooide nog een tweetje de wereld in. Dat Drees, men wel eens de vraag heeft gesteld in historisch onderzoek, in hoeverre hij dat allemaal bedacht had. Hij heeft dat dus dat initiatief genomen en hij heeft ze erachter gesteld vanuit zijn positie, minister-president. Maar men zei, eigenlijk is die gedachte van, de oude, dat is eigenlijk ergens anders. Maar hier zien we Lodewijk, als je die zegt grondleggen verzorgingsstaat, moet je niet schrappen. Bron van trots in Nederland, Nederlandse geschiedenis, bestaanszekerheid voor iedereen.
Ja. Leven vadertje Drees, hashtag houd Drees in de kanon. Ja, nou, dat vind ik echt overdreven. Want hiermee is Drees niet verdwenen. Ik bedoel, zijn positie blijft duidelijk. Dat zegt die commissie ook trouwens, hoor, die dat nu heeft gemaakt. Die zegt, wij gooien er niet 10 uit omdat we die dus niet meer nodig vinden... of dat doet er niet meer toe, of vinden we niet meer belangrijk. Nee, die vinden wij blijven echt van groot belang. Alleen... wij vinden dat we het evenwicht wat meer moeten herstellen. En als we het over de verzorgingsstaat hebben... kunnen we ook Marga Klompé noemen. Want dat was de eerste vrouwelijke minister. Dat was dus ook een vrouw die zei dat ze president wilde worden. Daar later op terugkwam. Omdat ze zei, nou, daar is waarschijnlijk nog niet genoeg draagvlak voor. Nou, we hebben nu Sigrid Kaag. Die dus, van de politieke partij, D66. Het... en zegt, vond ik heel, heel mooi, heel toeterend van Sigrid Kaag. Die dus zegt, wordt er gevraagd, en wilt u ook president worden? Ze Maar maakt het dat niet toch een beetje arbitrair? Want je zegt, ja, je kan Drees eruit doen en Marga Klompé erin doen. Kan ook niet. In die zin is het maar een beetje cherrypicking in. Nee. Want hier lag de gedachte achter natuurlijk. Er moet meer aandacht voor vrouwen zijn. Ja. Want dat zat in de vorige kamer. Dat moest ook, of niet? Nou ja, moest. Maar ik bedoel, dat kan ik me voorstellen. Dat zou ik ook vinden. Als ik in zo'n commissie zat, zou ik zeggen, dat is toch niet gelukkig uitgepakt. Er zijn toch echt wel veel meer vrouwen, ook in de middeleeuwen, die we naar voren kunnen halen en die zo'n positie... En verzorgingsstaat moet erin. Overigens kun je de verzorgingsstaat ook laten beginnen aan het eind van de middeleeuwen. Met de gilden en de ziekteverzekeringen en de ziektebus. In die zin is het een... Oké, dus dat is het historisch debat. En dat debat voeren we nou. Even nog een... En dat is goed. Zijn ze die verzorgingsstaat zo snel aan het afbreken dat Drees zich omdraait in zijn graf? hij zal blij zijn. Dat hij eruit is. Maar er zit dus wel in, Maria van Bourgondië. En daar, dat is een interessante dame. Echt fantastisch. Dat is een mooie dame. Opgewonden dat Maria van Bourgondië opgewonden gekomen is. En vervolgens... bemoei je er niet mee, als ik een beetje enthousiast word. Ben ik ontzettend geschrokken. En daar heb ik echt kritiek op de manier waarop zij behandeld wordt. Je weet, er zijn 50 vensters. En dan wordt er een korte beschrijving gegeven... van wat zo'n persoon of idee of instituut voorstelt. Het zijn 2 bladzijden ongeveer. Ja. Die hebben ze overigens, de nieuwe commissie, allemaal herschreven. Dus ook de 40 die gehandhaafd zijn, ze hebben het helemaal herschreven. Maar wie is Maria van Bourgondië? Maria van Bourgondië, dat is werkelijk de dochter van Karel de Stoute... En wist jij ook niet, Frank Lambert. Was een buitengewoon bijzondere vrouw. Dus daarom is het heel goed dat ze er staat. Maar de reden waarom ze haar hebben opgevoerd... is alleen maar politiek staatkundig. En dat maakt haar nou... ze hebben er gebruikt. 1477 overlijdt Karel de Stoute. Onverwacht, veldslag. En zij is de enige erfgenaam. Enorm gedonder, Bourgondië. Want een vrouw, wat moet je met een vrouw? Meisje nog bijna, ze is 20 jaar in 1477. Dus Frankrijk dendert over Bourgondië heen. Wil dat allemaal weer inpikken, al die staten. Maar daar zitten krachtige ambtenaren in Bourgondië... Men had daar burgers die naar de universiteit wilden gestuurd. En die zijn heel slim. En die zeggen, wij geven het volk macht. De staat en de generaal. Daar wordt de Nederlandse democratie geboren. De staten-generaal in 1477. En dan gebruiken ze Maria. Die zeggen, je moet snel trouwen met Maximiliaan van Oostenrijk. Dat zijn de Habsburgers. Dan worden die Fransen ontzettend bang. Die durven daar niet meer. En je moet kinderen gaan baren. Ja, dat maakt haar niet zo bijzonder. Ze is gebruikt. Maar wat haar wel bijzonder maakt, en daar staat niks over in... dat is namelijk dat zij een hele andere opvatting had... over wat een vrouw hoorde te zijn. En dat demonstreerde zij. En dan komt eigenlijk ook het venster sport binnen... wat helemaal niet in de kanon voorkomt. Zij was een perfecte schaatster. En wierf enorm veel aanhang onder het publiek. Ze gaat een hele dag tot 's avonds gaat ze in bruggen over de wallen gaat ze schaatsen. Duizenden bruggelingen lopen uit. In 1481 gebeurt dat. En ze passeert iedereen. Er staan lakeien staan op een rijtje. Ze komt erachter en ze duwt ze van achterom. Als er domino-stenen vallen ze op, dan staat er in de kronieken staat er dat ze meteen kijkt of ze zich niet bezeerd hebben. Dus dat het een goede vrouw was. Ze reed paard en ze was gek. Ze reed paard met haar benen, hoe noem je dat? De ruiter zit. Als een man, als een kerel. Als een kerel. En ze Herman dus niet Pleij, over de enige man en, de geschiedenis als een sportcommentator kan beschrijven. Nee, want, en dat komt nu. Dat komt nu. De tragiek in de sport komt nu. Want zij sprong over hagen en over heggen. En ook het volk bewonderde dat enorm. En dan struikelt haar paard. En ze komt onder dat paard terecht, 1482. En ze kneust. Ze heeft inwendige bloedingen. Ze blijft bijna 10 dagen blijft ze nog in leven. Men weet niet wat ze met haar moeten doen. Ze wordt geïsoleerd. Ze schreeuwt van de pijn. Na 10 dagen sterft ze. En dan staat bijna het hele volk op en zingt liederen van dood, dood, dood. Wat heb je nu gedaan? Hoe haal je het in je hoofd om de levensdraad van deze vrouw? Maar deze vrouw vond dat je kon genieten van de natuur. Dat je moest genieten. En dat maakt haar heel bijzonder. Maart. En ze leeft voort in de kanon. En dat staat er niet in. Dat is een beetje een gek verhaal. Maar ik heb dus ook wel een structuur.
structureel probleem. Ja. En dat wil ik toch even graag aan de orde stellen. Heel kort nog. Binnen heel kort. Dat is namelijk dat men een andere toon heeft gekozen voor die teksten. En dat vond ik erg pijnlijk eigenlijk. Namelijk een heel kinderlijke toon. Ik laat je snel een voorbeeld horen van Erasmus. De Erasmus was een venster en is ook gebleven. Dan heb ik het vergeleken met wat in de oude kanon staat. Nieuwe kanon. Erasmus is heel erg goed in Latijn en Grieks en weet veel van de klassieke oudheid. Citeert letterlijk. Weet je wat in de oude kanon stond? Erasmus dompelde zich onder in de klassieke oudheid via het werk van klassieke auteurs en humanisten. Dat is een literaire stijl. En als je mensen wil ontroeren, emotioneren, wil interesseren voor het verleden, moet je zo'n stijl gebruiken. En dat doen ze niet. Nog één citaat. Ja, echt en dat is hoor. Erasmus vindt... Maar luister. Erasmus vindt bijbelkennis voor mensen heel belangrijk. De kerk is er niet blij mee. Nee hoor, die kerk was daar helemaal niet blij mee. En nog even de oude versie. Dat is echt. En daar ben ik erg van geschrokken. Herman. Dat men deze toon heeft gekozen. Dankjewel. Applaus. Dankjewel, applaus. We gaan zo praten met Kai Butt, Chinees restauranthouder, over de betekenis van de Chinese